onrust onder tienduizenden apneupatiënten in ons land die thuis een beademingsapparaat van Philips gebruiken. Gisteren werd bekend dat mensen schadelijke schuimdeeltjes en gassen binnen kunnen krijgen. Ja, het kastje voorkomt dat ze 's nachts ineens stoppen met ademhalen. Het advies om het apparaat voorlopig niet te gebruiken vinden ze dan ook een eng idee. Waar bent u bang voor als u ermee stopt? Nou, dat ik toch weer ademstilstanden krijg. En er schijnen de organen behoorlijk onder te lijden te hebben. Dus daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Men heeft ook altijd geadviseerd in het Martini ziekenhuis, het apneucentrum, van je moet nooit overslaan, altijd gebruiken. Zomaar stoppen, zoals de fabrikant zegt, voelt dan ook niet goed voor Tonnis. Al ruim 15 jaar vertrouwt hij 's nachts op zijn apneuapparaat. Iedere avond dan pak ik dat ding en dan wordt hij opgezet. Moet ik mijn bril even af en op deze manier werkt dat. Zo. En dan de slang erop. En dan slaap ik heerlijk. En dat was in het verleden wel anders. Als ik 's morgens wakker werd, was ik... Ik ben al met pensioen en toen werkte ik nog, maar dan was ik ontzettend moe. En als ik 's morgens zat te vergaderen op mijn werk, dan dacht ik wel eens van, val bijna in slaap. En sinds ik het apparaat heb, ben ik eigenlijk nooit meer moe. Volgens de fabrikant zou de geluidsdempende foam in het apparaat loslaten of voor chemische damp zorgen. Dat zou tot gezondheidsschade kunnen leiden en dus moeten de apparaten terug. Hoewel hij liever niet stopt, twijfelt Tonnis wel aan het apparaat. De lucht waar die uitgeblazen wordt, altijd in mijn ogen. Dus ik denk, ik doe er een klein kousje om. En zoals je ziet, dat wordt helemaal zwart. Dus ik dacht al, dat is al wel vreemd. En dit is van de laatste 4 weken, dus dat gaat wel snel. Maar dat zou best dus schuin kunnen zijn. Ondanks vele belletjes vandaag, weet Tonnis nog niet wanneer hij een ander apparaat krijgt. Ik wil graag weten van... Hoe verder? Dat hij weer met een gerust hart kan slapen. Precies, ja.